Welkom allemaal, welkom bij onze gloednieuwe vlog, vlog 68 uit mijn hoofd, ja, 68 alweer. Ja, het is nu 2:30, het is vandaag 7 december, nou ga ik even denken, ik zeg van 7 december, ja, 7 december alweer. Dus, ik zou zeggen, ik ga nu eventjes met Miepie daar lopen. Ik neem u even nou, denk ik, niet mee, want het waait een beetje te hard. Het kan wel. Even kijken. Ik neem wel mee, maar ik weet niet of ik ga filmen. Want daarom zeg ik al, het waait veel te hard. Dus voor de rest dan ga ik vandaag even de gemeente bellen. Want ik kreeg nou het telefoontje van de CRK. Dus ja, even daar weer achteraan bellen. Dus komt helemaal goed. Nou, het is wel roetje koud, maar dat geeft niet. We gaan lekker weer aan het lopen met haar. En als ik weer thuis kom, dan ga ik gelijk even de gemeente bellen. Even kijken hoe ik dingen moet doen. Hoe ik dingen moet regelen, hoe ik misschien iets moet versturen per papier. Per post, per papier. Ja, en met een envelopje. En met een postzegel erop. Dus dat gaan we even zo meteen vragen aan die gemeente. Ja, die gemeente. Sinnie, schatje. Hé, hey. Mets. Nee, kijk. Kom maar, ga mee. Ja. Ik ga de gemeente bellen.
ik zo meteen ga doen, dat is strakkies, straks lekker koken. En dat is dan de stracciatella soep. Ja, die ga ik maken en daar neem ik jullie lekker in mee. Voor de rest ga ik lekker even helemaal niks doen. Nee, gisteren was het al een leuke en een zwaar beladen dag. Want we zijn ook nog even ergens anders geweest onderweg. En dat was toch wel eventjes pittig. Ja. Daar kan ik helaas niks over vertellen, maar ik stond ergens voor de deur en dat was wel even leuk. Ik kon niet aanbellen voor een nuk, nee. Maar ik heb mijn best gedaan, ik heb er een leuke foto weer van gemaakt, video's van gemaakt, maar die ga ik niet delen. Heb ik al gedeeld en met mijn eigen moeder. Dus ja, dus vandaag gewoon even een dagje. Niks, nee. Hij wil niet scherp stellen met wat ik wil. Nee. Dus ik zou zeggen, tot straks met het. Nou ja, tot straks. Nee, weet je wat? Ik ga eerst een briefje opstellen voor de gemeente. Zodat die straks weer de briefbus in kan. En dan ga ik even lekker een bank hangen. Lekker niks doen. Want ik heb het koud. Ik kan het niet warm krijgen. En dan ga ik daarna koken. Ja, yeah, nou, we gaan lekker koken. Koken bij Karin, ja. Ik ga dus nu een heerlijke soep maken. Dat is dus de stracciatella soep. En dan ga ik jullie meenemen hoe dat gemaakt wordt. Want er zijn nog de meningen over verdeeld. Ja, we gaan sowieso eerst beginnen met water te pakken. En daar ook dus een bouillonnetje in te doen. Van runder of kip, ja. En dan hoef je helemaal geen kip te halen uit de winkel en dan daar een kippenbouillon van te maken. Nee, daar hebben we dus gewoon bouillonblokjes voor nodig. Ja! Yeah. Dus ik ga even water pakken en dan ga ik dat even doen. Ik ga eventjes bouillonblokjes erin doen, zoals het behoort. En dan laat ik jullie weer lekker meekijken met het koken van de stracciatella soep. Ja, van de stracciatella soep. Dat is leuk, dat is grappig. En binnenkort kunnen we trouwens ook vloggen met mijn andere camera. Want daar heb ik dus een microfoon voor besteld. En bij Wish. Ja. Als die binnen is, laat ik die ook sowieso even zien. Maatbeker pak ik. Ik maak weer even wat meer dan normaal. Ja. Hartstikke leuk. Je hebt eieren nodig. Hier staat dus 4 eieren. Ja. 4 eieren. Maar ik pak er dus 5. Want omdat ik ook even al iets meer kaas heb. Dan denk ik kaas. Ja. Ik heb deze kaarsen bij de Albert Heijn gehaald. Dat zit in het bakje, laat ik jullie ook zo zien. Zal ik even het water uit het gas even lager zetten, zodat het wel gewoon een gang kan gaan. Dit is dus, ik weet niet of jullie het kunnen zien en lezen. Of je het scherp stelt, weet ik niet. En achteraf is het altijd alweer goed. Nou, doe ik het zo. En anders zet ik nog eventjes de link van deze soep eventjes hier onder in de beschrijving. Dus ik heb eigenlijk voor 4 eieren heb ik 1 zo'n bakje nodig. En hier al de helft van. Dus daarom pak ik ook even 5 eieren. Ja. Dus die ga ik nu eventjes... breek de eieren in een kom. Ja, nou dan ga ik dat doen. Thank you.
Nootmuskaat. Nootmuskaat, heb ik dat ergens? Kaneel, ja. Nootmuskaat heb ik. Dat is een... voeg nootmuskaat toe, maar hoeveel? Dat zeggen ze niet op. Dat zeggen ze niet. Dus ik ga gewoon even nootmuskaat er doorheen doen. Zo, dat lijkt me wel genoeg. En kaas erdoor. En dan goed kloppen. Dus ik moet eventjes een garde hebben. Ja, garde. Ja. Dan ga ik nu de kaas erbij doen. Ja. Kaas erbij. Thank you.
moet namelijk nou blijven roeren. Wat is dit? Hè? Wat is dit? Want? Het is gewoon op de kaart. Nee. Het is ei met de kaas. Of kaas, hè? Ja. Wat een hele goede oproep. Het gaat nog niet dood, hoor. Ja, voorzichtig. Kom eens hier. Nee, jij mij roeren. Nou, toch wel? Ja. Toch wel? Ja. Ja, zo is de soep. Ja. Maar er moet nog wat bij. Zo. Beetje peterselie erbij. Zo, even klein gesneden en dat gaat dus in de pan. Ik heb al wat peterselie erin. Ja. Dan gaat nu nog wat meer peterselie erin. Zo. En dan ga ik even roeren. Het is alweer bijna klaar. Ja. Kijk. Rook komt er vanaf. En ik vind dat het al heerlijk eruit ziet. Maar ik laat eventjes in de peterselie er even erin bij koken. Want anders heb je allemaal van die harde rare stukjes. En daar houdt mijn mannetje niet van. Dus ik laat het even lekker een beetje mee koken. En dan is het bijna klaar. Nou, wij gaan eten. Ja, want ik heb het opgeschept. Ingediend. Opgediend. En dan zou ik zeggen vanuit deze kant. Ja, ik zal wat weer wat meer licht creëren. Voordat ik weer wat wil gaan zeggen. Ja. Dank jullie wel voor het kijken. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op ons kanaal. Doe het belletje aan, dan blijf je op de hoogte. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Dank jullie wel. Doei!